9 jonge talenten van de TV Gelderland Summer School volgden deze zomer 3 jonge muzici tijdens de NJO Muziekzomer. Waarin muziekstudenten vanuit de hele wereld naar Nederland komen voor coaching en podiumervaring. Hoi, ik ben Sabrina. Ik studeer Media en Entertainment Management. Ik ben Nikki, ik ben 22 jaar. Ik ben Adriaan Schuitmaker. Ik ben Johan, ik ben de editor. Ik ben Bas Vliegenhart. Ik doe geluid. Ik kijk naar de documentaire over Bas Vliegenhart, gemaakt door jonge talenten die meedoen met de TV Summer School. Ik wil graag veel leren, dus. Ik doe dan de regie en dat is heel erg leuk. Je ziet wat er allemaal bij komt kijken. Ervaringen. Opleidingen, video. Ik vind het steeds leuker worden, ja. De TV Summer School, dat is opgericht door Omroep Gelderland in samenwerking met Four Corners. En zij geven jonge talenten in het filmvak de kans om een documentaire te maken, plus een paar andere clips over het NJO. Ik ben Bas Vliegenhart. Ik speel contrabas in het Nationaal Jeugdorkest deze zomer 2010. Ik zit aan het conservatorium van Amsterdam en mijn leraar is Peter Stertijn. Ik ga volgend jaar eerste jaar doen, bacheloropleiding. We gaan de eerste komende 4 dagen gaan volgens mij met deze coach, James, alle partijen doornemen wat we met dit project gaan doen van orkest van de 19e eeuw. Ik heb een Hongaarse bas gekocht bij René Zaal. Wat ik heb begrepen is dat hij uit 1875 komt. Ik heb een vrij zware bas, de bovenblad hier. Dit is redelijk dik, door het heel moeilijk is om enorm veel volume te produceren als het ware. Dus. Nou, wat we net hadden gedaan is de snaar verwisselen naar oude snaren als het ware, wat vroeger gebruikt werd in de tijd van Mozart en Bach. Dat geeft een totaal anders geluid. Ik kan het niet vergelijken, maar ik kan deze snaren laten horen. Ze zei van, ga gewoon een paar lessen nemen en kijk hoe het bevalt en dan ga je het Jon in en dan ga je lekker op tournee en dan is het allemaal prima. Dus zo ben ik een beetje contrabas gaan spelen, maar ik ben het zo leuk gaan vinden dat ik dacht van nou, hier wil ik echt mee verder. En ja, ik heb echt connectie gekregen met mijn instrument van dat leer je echt na 8-9 jaar, dan leer je pas echt wat dat voor je betekent, zo'n band met je instrument. Ik vind bijvoorbeeld de Beatles vind ik ook helemaal fantastisch. Dus die zet ik ook het liefst op in de auto. Ik ben natuurlijk 20 en ik hou ook gewoon lekker van uitgaan met vrienden en zo. Ik bedoel, dat hoort erbij. En ik geniet daar gewoon echt volledig van. Maar mijn liefde ligt eigenlijk bij klassieke muziek, ja. Hoogste tijd om eens te kijken hoe het met de TV Gelderland Summer School talenten gaat. In het begin vond ik het allemaal nog een beetje. Ja, als ik niet zo goed weet wat de bedoeling is en zo, vind ik dat gewoon erg lastig. In het begin was het best wel lastig, omdat ik doe geluid en ik wist er nog helemaal niks van af. Ja, en er komt echt zoveel bij kijken. Misschien is het leuk om zo meteen, als je hem gewoon op je schouder meeneemt naar binnen, dan gewoon te kijken waar we zijn en dat dan gewoon te filmen en zo. Ja, ik zag je zitten. Ja, klopt. Het kan toch ook
dan boven mij hengelen, of niet? Dat kan ook. Nou, we gaan vanmiddag gaan we een doorloop doen met het orkest. Dus dan spelen we dus gewoon het concertprogramma achter elkaar. Dus dat noemen we dan een dress rehearsal, maar dan niet in kostuum als het ware. Dus niet in zwart pak. Maar dan spelen we dus gewoon echt zonder opmerkingen. Spelen we gewoon van begin tot het einde spelen we dan door. Ja, we zijn er klaar voor. Het hele orkest is er klaar voor. Ja, ja, we gaan, volgens mij gaan we een heel mooi eerste concert inzetten. En vervolgconcerten zullen alleen maar beter worden. Dat weet ik nu al. Mijn favoriete componist is Shostakovich, maar van deze drie is mijn favoriete componist, ik denk Schumann. Elke, ja. Wat ik specifiek mooi vind aan Shostakovich is dat hij elk instrument, elke groep afzonderlijk, laat hij gewoon een hele belangrijke rol spelen in de muziek. Laten we Adriaan, een van de TV Gelderland Summer School talenten, eens vragen hoe het vandaag ging. Tot nu toe gaat het best wel goed. Tenminste, ik vond, in het begin vond ik het allemaal... wat minder gaan, omdat we samenwerken, je kent elkaar nog niet echt. Maar op een gegeven moment dan leer je elkaar kennen en dan gaat het wel stukken beter. Dus zoals ik het nu zie, dan vandaag was echt een topdag. Het is echt heel erg leuk om naast Bas te zitten. Het speelt echt heel fijn. En we zijn contrabassisten en dat is belangrijk om een goed groepsgevoel te hebben en zo. En dat is altijd heel erg fijn. En dan, Het is goed dat we ook al elkaar zo lang kennen. Dus op het moment dat wij in een orkest spelen, we zijn heel erg op elkaar ingespeeld. Dus ja. wij begrijpen elkaar, ik begrijp inzien, ze begrijpen mij. Dat is gewoon heel goed. Ja, ja. Dat is gewoon heel handig om te hebben. Maar het gaat vooral om proberen samen te spelen. En, veel bier drinken s'avonds in het café. Ja, helpt ook. Dat helpt echt. Ja. Leer elkaar beter kennen. Ja. Meer vertrouwen in elkaar. Ja. En met Bas gaat dat wel. Dus, ja. Hoe gaat het eigenlijk met de TV Gelderland Summer School talenten? Maar vandaag was gewoon echt gewoon super. We wisten gewoon precies wat we wouden. We gingen meer goed met elkaar om, zeg maar. En vond ik zeker wel een 8 waard. Ik weet nu gewoon wat ik wil opnemen. En het is gewoon veel duidelijker om dat nu te zeggen hoe dat moet. Ik ben nu bezig met het editen van de documentaire van Bas Vliegenhart. Ik ben hier 3 weken geleden aan begonnen, ongeveer. Ja, tot nu toe loopt alles eigenlijk heerlijk. Ja, bedankt. Ik ben op dit moment niet zenuwachtig. Het concerten geven, dat doe ik wel heel vaak eigenlijk. Maar in het begin het blijft altijd een bepaalde soort van spanning. En dat zal je altijd wel houden, een beetje die zenuwen. Maar ik heb nou nog niet echt dat ik helemaal zit te shaken van, zenuwachtig. Zijn er nog dingen die het komende half uur voor het concert moet doen? Ik moet me nog even kleden. Dus even een mooi pak aantrekken en een kopje koffie doen. En dan wachten dat iedereen binnen is en dan spelen. Ik denk dat iedereen heel erg goed voorbereid is door Richard Egger. We hebben ook een fantastische solist, Teunis de Zwart. En die speelt fantastisch. En het is zo fijn om met hun samen te werken. En iedereen zet zich voor de volle 110% in. Dus. Ja, dat gaat helemaal goed komen, ja. En het zijn niet hele moeilijke noten die je moet spelen, maar het is fysiek, psychisch, het is allemaal heel lastig om,
ja, om met elkaar echt een heel mooi programma neer te zetten. Of het concert uit te voeren, dat Bach. En ja, maar ik vind het fantastisch om daar zo met zo'n stuk mee bezig te zijn. En het is altijd de moeite waard, moet ik zeggen. We zitten nog steeds op bijzondere locaties, dat vind ik ook al erg leuk. Maar dit concert, dat tweede stuk met die hoorn, dat was fantastisch. Daar heb ik echt van genoten. In Amsterdam, muziekgebouw aan het eind. En daarna lekker naar huis. Ja, direct mijn bed in, denk ik. Ik heb 3 programma's gedaan met totaal verschillende muziek. Ik ben begonnen met Contrapunctus van Bach, wat uit de 18e eeuw komt. En ik ben geëindigd met muziek dat een paar jaar geleden gecomponeerd is. Dat leer je heel erg oppakken. En de groep verandert ook telkens. Dus je leert dan opnieuw met mensen in contact komen en dan opnieuw elkaar inspelen. Wat is dat, joh? Waarom? Altijd dat slaat in de bar, hè? Ja. Wat ik ga missen van de afgelopen week. Ik denk toch wel met een grote groep samen iets tot stand brengen. En gewoon meer omdat telkens bij elk project heb je, leer je weer nieuwe mensen kennen. Dat is gewoon heel gezellig, vriendschap. En dat je dan uiteindelijk volgende week weer thuis zit en dat je dan wakker wordt en dan ga je ontbijten. Maar dat is in je eentje of met z'n tweeën, maar niet. Ja, dan niet met zo'n grote groep, dat is wel jammer. Je zal wel een, ik noem het dan een sociale kater als het ware, dat je dan hebt. Maar, ja. Okay, misschien moet je even naar je fles kijken. Ja, die zal wel zwart zijn.